De Bengaalse Irene Khan, secretaris-generaal van Amnesty International, heeft bij haar afscheid in 2009 een vertrekpremie van maar liefst €600.000 gekregen. Een andere topfunctionaris van Amnesty kreeg €360.000. Dat is gebleken bij het afsluiten van de boekhouding van 2010. Veel donateurs zijn boos nu een deel van hun giften in de portemonnee belandt van een vrouw die de strijd tegen armoede altijd zo belangrijk vond. Ook Amnesty International Vlaanderen is verontwaardigd. Inge Beck strekt naar de VZ2 Haiti Centrum en de NGO Kunina en vraagt wat die organisaties zouden kunnen doen met een klein miljoen euro. De voorzitter van de VZW Haiti Centrum, André Windel, samelt al 35 jaar giften in voor Haiti. De VZW werkt met uitsluitend vrijwilligers en al het geld dat ze inzamelen gaat integraal naar Haiti. André Windels is dan ook verbolgen over de vertrekpremies die bij Amnesty International werden gegeven. Ik viel bij om verder van schaamte, maar ook van kwaadheid. En ik dacht dat geld die mensen hebben samengebracht om dat te geven, hinder aan de armen, wordt zomaar hier uitgereikt aan mensen die eigenlijk reeds betaald zijn daarvoor en nog een keer een afscheidspremie krijgen daarvoor. Veel Vlaamse NGO's zijn verontwaardigd over de vertrekpremies omdat ze met €960.000 veel projecten zouden kunnen realiseren. Dat geldt ook voor de stichtste van de NGO Kunina uit Geel. Wij kunnen 2500 kinderen in ontwikkelingslanden een gans jaar toegang geven tot school. En bovendien gaan we ook de kwaliteit van het onderwijs daarmee verbeteren. Dus we hebben daar hostels mee gebouwd, waterputten, noem maar op. Wij hebben een 15-jaar geleden nog een 54 huisjes gebouwd in Haiti. In Cité Soleil. Zo'n huisje kost op vandaag €8.000. Met die €950.000 kunnen wij zou je ongeveer 120 huisjes kunnen bouwen. En dat wordt wel zomaar gegeven aan die afscheidnemende dame. André Windels samelt per jaar €100.000 in en doet er bijna 10 jaar over om €960.000 bij elkaar te sprokkelen. Het hele probleem met verschillende grote NGO's is volgens sommige bronnen de grote personeelskost en de transparantie van de boekhouding. De kleinschalige NGO Kunina, die maar 5 mensen in dienst heeft en voor de rest met vrijwilligers werkt, heeft dat probleem niet. Wij hebben dus een open en transparante boekhouding, die is ook op onze website te zien. Dus de mensen, de particulieren die voor zo'n peterschap gaan, die weten perfect wat met hun centen gebeurt. De mensen betalen daar €30 voor per maand, waarvan €25 integraal ook naar het land gaat van het petekind. Zowel de VZW Haiti Centrum als Kunina vrezen nu om op één hoopje te worden gegooid als Amnesty International. Ik ben heel erg teleurgesteld in zo'n mensen. Voor mij moet het hart ook op de juiste plaats zitten. En ieder kind dat gered is, is een kind waar dat toekomst in zit. Hè? Dat eigenlijk zelfredzaam wordt. En ja, dat is natuurlijk met geen centen te betalen. Dat is de rijkdom die Kunina heeft.